Dan komen we bij een bijzonder punt. Het volgende punt, dat is het feit dat we, alvorens we naar de rondvraag gaan, dat ik, ik zei het al, kennismakend met de bestuursleden erg onder de indruk was van alle zaken die met elkaar intensief worden besproken om ons zo in te zetten voor het behoud van het mooie erfgoed in de Zaanstreek. En er is één iemand die daar een extra voor in het zonnetje kan worden gezet op deze ledenvergadering. En het bestuur heeft gemeend om u te verzoeken om akkoord te gaan bij acclamatie met het benoemen van Jan Piet Bloem als erelid van onze vereniging. En ik stel u dat voor, dus ik wil graag dat u daarop reageert, want bij acclamatie betekent dat we dat dan ook nu met elkaar kunnen vaststellen en dat we dan ook over kunnen gaan naar de uitreiking van de daarbij behorende gouden speld aan Jan Piet. Ik wacht even de reacties af die er hierop binnenkomen, op dit voorstel. Linette, akkoord, zeer terecht. Fijne reactie. Piet Oudega, eindelijk, meteen doen. Vincent Martin, zeer verdiend. Helemaal eens. Kunnen we het allemaal meevolgen, hè? Mooi dat jullie zo reageren, want dan weten we dat we ook dat contact met elkaar hebben. Ook al is het een Zoom-bijeenkomst. Dat betekent dat wij bij acclamatie besluiten om Jan Piet dat erelidmaatschap te geven. Ik ga even zorgen dat we de setting hier een klein beetje aanpassen in enkele minuten. En dan gaan we vragen aan Jan Piet om hier te komen zitten. Dan gaan we over tot het uitreiken van de erepenning. Jan Piet. Ik zou je willen vragen, we gaan even kijken als ik daar ga staan en jij moet echt nodig daar willen gaan zitten. Wat een verrassing. Is het een verrassing? Nou, als het een verrassing is, dan doen we het goed. Neem plaats. Moet ik hier gaan plaatsen? Ja, en dan zetten we er een stoel bij voor je echtgenoten. Mogen we ons samen een bubbel? Ja. Van harte welkom. Dank u wel. Leuk om zo mee te werken aan de verrassing voor Jan Piet. Ja. Helemaal goed. Ik vind het eervol om hier namens de Vereniging Zaans Erfgoed waardering te mogen uitspreken over jouw jarenlange deskundige bijdrage tot behoud van het Zaanse erfgoed. Persoonlijk heb ik vele jaren meegemaakt hoe je je hebt ingezet voor de monumentencommissie van bijvoorbeeld Wormerland. Ook jouw bemiddeling bij de start van de renovatieplannen voor de Bartelsluis waren heel waardevol. Op dit moment zet jij je ook in om de vermaning gerealiseerd te krijgen op de Zaanse Schans. En het liefst dan met het interieur van de doopsgezinde kerk uit Wormer. Jouw voorliefde voor het erfgoed heb je al heel lang. Tijdens jouw studie, eerst de HTS en vervolgens naar Delft, was jouw afstudeeronderwerp de Zaanse pakhuizen. Je ontwierp er toen al theater en bibliotheek in. En ook jouw studiereis naar Egypte met 3 medestudenten gaf jullie heel veel inspiratie. Je raakte bevlogen door onder andere Jaap Schipper over restauratiearchitectuur. En wat heb jij veel kennis over bouwkunst tot in het detail. En zeker ook over materialen. In jouw werk heb je denk ik alle gebouwen van de UvA gedaan. Maar ook thuis wonen jullie in een authentieke Zaanse woning. Jullie huis was eerst een kroegje in de oostzijde in Zaandam, maar staat nu zo prachtig in Domineestuin in Zaandijk. Beste Jan Piet, je bent een grote steun voor onze vereniging met al jouw kennis en je uitgebreide beeldbank, zoals je bijvoorbeeld alle panden aan de Dorpsstraat in Assendelft van buiten en vaak ook van binnen mogen fotograferen en ondergebracht in jouw persoonlijke archief.
Middels de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt dragen jullie ook jaarlijks 10 potentiële gemeentelijke monumenten voor. Ja, daar blijkt wel uit je enorme inzet om erfgoed op een authentieke wijze te behouden voor de toekomst. En hiervoor spreken we onze waardering uit en kunnen we je mededelen dat je dus bent benoemd tot erelid van onze vereniging. Graag overhandig ik de gouden speld en de bloemen. De gouden speld geef ik aan je echtgenote, want die mag hem dan bij jou opspelden. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Andersom, denk ik. Ja, je ziet het. Alsjeblieft. Ja. Gaat goed. Heb je goed verborgen gegaan. Leuk, hè? Dankjewel. Jij voor alle keren dat je Jan-Piet hebt moeten ministeren. Ja. Ja. Mooi. Nou, Peter, dankjewel. Een hele onverwachte verrassing. En ik ben er heel blij mee. Nou, dank je. Het is ook heel gemeend, dus ja, absoluut. Geweld. Ik zal hem bij de volgende gelegenheden van onze vereniging dragen. Heel mooi, heel mooi. Fijn, dankjewel. Nou, dan wil ik jullie weer vragen om weer op de andere plek te gaan zitten, zodat ik de vergadering kan gaan afronden. Ja. Dat gaat goed. Dan zijn we aangekomen bij het laatste agendapunt en dat is de rondvraag. En dan ga je kijken op het scherm. Ik zie gefeliciteerd Jan-Piet, van harte gefeliciteerd, helemaal goed. Oh, wij zijn akkoord. Veel positieve berichten die nog binnenkomen ter felicitatie voor ons erelid Jan-Piet. Zijn er bij u nog vragen die u op dit moment aan een van ons wil stellen? De rondvraag. Ik kijk even mee, ik geef u even daarvoor de ruimte. Ik zie geen vragen binnenkomen. Nee. Als u na afloop denkt, ik had toch nog een vraag, dan mailt u die ons gewoon. Want dan pakken we dat natuurlijk ook op. Maar dat betekent wel dat we voor op dit moment nu verder geen vragen hebben. En dan gaan we over tot de sluiting. Ik wil graag u allemaal bedanken dat u de moeite heeft genomen om ook ons via deze Zoom-bijeenkomst zo te volgen. Ik vond het een hele fijne vergadering. We hebben heel veel inhoudelijke zaken aan de orde gehad. En ik mag daarbij dan nu de vergadering sluiten en ik wens u dan ook een heel fijn weekend. De vergadering is gesloten. Dank u wel.